Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling, heeft vanmorgen het bestuur van Stichting Boskopu geïnstalleerd. Dit gebeurde in de vergaderzaal van het ministerie van ERO. Radio Boskopu, die voorheen een afdeling van het ministerie was, is sinds 2018 een stichting. De transformatie is volgens Dikan nodig om het ministerie door de economische situatie in het land niet meer in staat was het radiostation te financieren. Dat heeft gemaakt dat we toch wel een oplossing moesten vinden om Boskopu, die deel is van onze samenleving nu, toch te laten surviven. En we hebben daarin als oplossing gevonden om de zaak om te gooien naar een stichting die dan weliswaar in het begin zeker door zal gaan met overheidssubsidie, zij in mindere mate, maar aan de andere kant toch wel de mogelijkheid heeft, zoals alle andere stichtingen, ook vertegenwoordigd in de mediawereld, om ook inkomsten te genereren. Aan de andere kant die transformatie ook te ondergaan en naar een stukje modernisering te gaan. Erna Fiancoy, de pas geïnstalleerde voorzitter van Stichting Radio Boskopu, zegt dat het een eer is om aan het begin te staan van de transformatie van Radio Boskopu. Een van de doelstellingen of de basisdoelstelling is om de overheidsinformatie zo laagdrempelig mogelijk te brengen naar de bevolking. Het is een transformatie zoals ik het al zei, dus dat betekent het biedt kansen, maar ook uitdagingen, maar dat geeft ook tevens energie. En als ik kijk dus naar de leden die in het bestuur zitten, dan weten we dus dat we in staat zijn om de taak die we hebben te kunnen uitvoeren. En ik wil dus alleen maar dus nu de Surinaamse bevolking feliciteren met wat allemaal zal komen als we het hebben over Boskopu, die dus op een vernieuwde manier informatie zal kunnen brengen naar de samenleving. Erna Fiancoy, voorzitter van de stichting Radio Boskopu. Het bestuur dat vandaag geïnstalleerd is, heeft een zittingsperiode van 3 jaar. Fiancoy zal het bestuur naar de transformatie die op 31 juli 2021 een feit moet zijn, leiden.